Good night, Teddy. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 7:45. Ik ben nu 50 minuten wakker. Ik ga over 10, 15 minuutjes weg. Maar het is wel lekker, want ik heb geen spiegel in mijn kamer. Dus ik kies gewoon een outfit en ik weet niet per se of het helemaal geweldig staat. Dan kan ik ook geen kledingcrisis krijgen. Dus dat is eigenlijk wel chill. Want wat boeit het ook eigenlijk of je outfit nou echt perfect matcht. Maar volgens mij matcht deze wel heel leuk. Maar het is eigenlijk wel lekker dat ik niet in de spiegel kan kijken. En ik ga even matcha maken en zo. Ja, daar staat het deze. Ik heb echt niet genoeg echt eten overmorgen. Ik heb wel kaas en zo, maar jij die kan eigenlijk ook. Het enige waar ze bij aardig in droppen leggen is. Ja, maar ik moet dat. Hi. Zo, het is zo raar, maar zodra je juf bent, zie je gewoon na een dag er zo verrot uit. Ik weet niet wat het is. Het blijft. Het is altijd. Het is pittig hoor, juf zijn. Het gaat goed, maar jeetje, wat vergt dit veel energie. Respect voor alle leerkrachten. En 2 dagen is ook heel pittig, want je komt helemaal niet toe aan wat je wil. Ja, het is gewoon niet mijn klas nog. En er wordt natuurlijk wel verwacht dat het je klas is. Dus ik zit volledig op die groep. Gaat supergoed. Ik ben echt trots op hoe ik het heb gedaan. Maar je hebt zo weinig tijd. 2 dagen om te doen wat je wil. Je zit er meteen weer in. Dus je wil meteen weer alles doen. Maar dat kan helemaal niet. Want je bent er maar 2 dagen. En dit was pas op mijn 2e werkdag. Maar ja. Kan ik mijn klas laten zien? Ik denk het wel. Dit is mijn klas. En het is al 4:45. Het is iets. Ja, als je juf bent dan weet je het. Je bent gewoon helemaal kapot na een dag. Je staat de hele dag aan. Als je even een paar seconden uitstaat, dan gaan ze meteen boom. Ze maken er gebruik van, vooral als ze je niet goed kennen. En ze zijn nog zo jong, dus ze hebben heel veel structuur nodig. Ik heb wel heel lief een tekening gekregen. Een koekje heeft iemand helemaal voor me gebakken met beterschap, juf. Dit is toch te lief? Niet normaal. Dat iemand dit voor je maakt na 1 dag al, omdat je je stem kwijt was. Te lief. Niet normaal. Echt geweldig. Oh ja. Ja, maar dat kan je. Ik kan toch beter geen nieuwe gebruiken, anders wordt die nieuwe ook uit. Het effect gaat gewoon een beetje weg. Het ruist niet meer. Zonde. Zonde, zonde, kijk dan. Niet hoe het bedoeld is. Het eindresultaat is natuurlijk hetzelfde, maar het effect niet. Zo, mijn ouders zijn naar de sportschool, dus ik had even lekker GTST gekeken. En toen besloot ik om lekker in bad te gaan. Toch heerlijk. Vooral na zo'n dag heb ik best wel koud. Het is gelukkig niet koud op die school. Het was juist best wel warm. Maar lekker warm. Lekker voor je spieren ook. Na het trainen zondag. Heerlijk. Lekker Gossip Girl aan. Helemaal chill. Je slaapt ook zo lekker na zo'n dag. Ik ben echt heel moe, maar heel voldaan moe. Want het was gewoon. Het ging eigenlijk super goed. Maar het was heel pittig. Om het goed te laten lopen moest ik echt hard werken. Maar het ging wel heel goed. Dus dat is fijn. En ja, morgenavond dan ga ik alweer de ochtend na naar Olivier Melissa's huis. Dus gekke dagen, maar het gaat goed. Je ziet, zie je hoe moe. Juffen live. Jongens, het sneeuwt. En het heeft gesneeuwd. Oh mijn god. Ik check dus nooit het weerbericht ofzo. Ik ga ook nog eens lopen, dat is geweldig. Lopen naar je werk door de sneeuw. Oh mijn god, wat leuk. Kijk nou, wauw. Krakend verse sneeuw waar ik overheen loop. Dat is toch bijzonder. Ik weet niet of jullie het horen. Krakend. Bijzonder, lekker naar school lopen door de sneeuw. Geweldig, I like it. Dit vind ik nou echt heerlijk, ik hou hiervan. Goedemorgen. Mijn stem is nog steeds niet helemaal geweldig. Maar goed. Ik heb gisteren eventjes een tafel veranderd. Ik weet niet helemaal hoe het moet zijn. Oké, okay. Eten. Installeren. Matcha. Pindakaas, omdat ik geen beleg had. Ik pot pindakaas mee. Boerenkool.
appelsap van mijn moeder, vers. Broodje. Yoghurt. Nou, helemaal goed. Sinaasappel. Appel. Dat was het. Oh ja, en ik heb al die erwtenshake van gisteren, maar ik zit er zonde om die weg te gooien, maar eigenlijk is het een beetje te veel. We hadden dus geen bureau, dus ik heb de, net als de andere groepen drie, hallo, heb ik de tafel die hier stond, daar gezet. Zodat je daar dus je instructietafel hebt en daardoor ook een beetje een bureautje hebt. Want anders heb je helemaal geen bureau, maar het moet nog even beter, dus ik ga even aan de slag. De dag zit erop. Ze hebben nog een kerstpakket over. Hoe cute die is voor mij. Met een mok. Lekkere chocolaatjes. Kaart. En een theedoos. Oeh, van Pukka. Pukka. Ik dacht, misschien zet ik hem in de klas. Maar deze ga ik wel bewaren voor mijn nieuw huis. Lekker. Ik moet nakijken. Nou, het bord voor Eline aan het klaarzetten. Ik zeg Eline, niet moeder. Dat hier, vooral hier op school, dat is beter. Nou, dit dus. En ondertussen... En ik ben net heel druk bezig geweest met een overdrachttype. Dus dat is ook check. Waar loop je dan in je nieuwe wijk? 2 dagen zit er alweer op. Het voelt wel gek hoor. Ik heb helemaal zin om nu verder te gaan en door te pakken. Want ik heb zoveel bereikt in... Eigenlijk 3, maar die ene dag telde niet echt, vind ik. 2 dagen, 3 dagen. Maar morgen ga ik ook nog even naar school. Om een bepaalde sessie om erbij te zijn, zodat ik dat ook weet. En dan gaan Eline en ik... Ik zeg dus niet mijn moeder, want dan wist het zo, moeder-dochter. Die gaan dan even... Nog even de klas een beetje ordenen en zo. Het is nog net niet donker. Het is nu 4:15, denk ik. Of 5:00. Lekker. Lekker naar huis. Mama is aan het sporten. Ik ga denk ik... Even GTST kijken en dan moet ik wel natuurlijk editen. Want daar heb ik maar 1 dag voor, de woensdag. En de woensdag vervalt dan een beetje. En ik ga op Teddy passen. En ik ga morgen 3-4 uurtjes naar school. Dus dat moet ik eigenlijk vanavond doen. Ja, ik ben alweer thuis. Helemaal in mijn nieuwe leven. Grappig, ik voel me wel thuis hier. De mensen die ik hier zie en zo. Het voelt wel meer als thuis dan Zoetermeer. Ja, Zoetermeer is toch heel anders voor mij. Ik weet niet. Niet echt thuis. Hi. Hallo, lieve. Hallo. Oh, mijn 2 pakketjes zijn er. Nice. Ik heb schoenen besteld. Oh, oh, oh. Het lekkere aan werken in een flarebroek en een trui is dat je dus thuis komt en niet meteen iets hebt van ik wil mijn kleren uittrekken. Alleen deze oorbellen. Dat het al lekker zit, dat is zo chill. Tijd gaat om te vloggen nog, maar het is weer een nieuwe dag en ik ben inmiddels bij Teddy en met warme poep in een zakje en het stinkt en ik weet niet waar ik het moet weggooien. Ugh. Maar Teddy vindt het heel leuk in de sneeuw. Ja, rustig, het is glad, maat. Hallo. Ik heb ook nog helemaal geen make-up op, mijn haar is nog zijknat. Ik ben meteen zo'n hondeneigenaar. Ik kwam gewoon binnen en ik ging meteen met Teddy lopen. Hi Teddy. Ja. Teddy is heel lief tot nu toe. Ja, yeah, good boy. Ik moet in het Engels dat zeggen. Net zei ik toen er een hond langs kwam van kom we gaan, zei ik go. Maar toen dacht hij dat hij op de hond mocht afrennen. Dat was een verkeerde codewoord. Maar hij heeft al lekker gepoept, gekakt, zoals Melissa zegt. Je hebt het in een zakje gedaan. Oh, het was zo warm en het stonk zo erg. Toen vergat ik dat je dat zakje dicht moest knopen. Dus ik liep echt 10 minuten met dat zakje in mijn hand op zoek naar een bak. Maar nu heb ik het weggegooid. En nu heb ik het gevoel dat ik helemaal naar poep ruik. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ben echt een aansteller met poep. Maar wel lekker als je 4 keer per dag een hond moet uitlaten, 7 dagen lang. Ja, Teddy, was jij een beetje stout. Jeetje, jongens. Ach, mijn haar. Nu gaat er een soort eetbak gaat er aan en dan hoor ik Melissa zeggen, Teddy, food. Kijk, wat gebeurt er allemaal, Teddy? Want over 3 uur moet ik op school zijn, want ik ga dan een vergadering bijwonen. En daarvoor moet ik Teddy nog een keer hebben uitgelaten. Het ging heel goed, tot op het einde. Toen ging die riem er om hem heen, het werd helemaal geflipt. Toen ging hij eraan bijten. En ik kreeg het gewoon niet gefixt. En uiteindelijk was het gefixt. Het ging hij alsnog door mijn bijt. Maar ze waren gelukkig hier bijna thuis.
En toen net tuigje af, dat was ook heel moeilijk. Had ik dus niet moeten doen. Want dat is veel te veel gedoe, omdat hij mij niet kent. Dus ik moet het gewoon de hele dag omlaten en pas in de avond afdoen. En dan moet ik straks ook nog weer dat tuigje om zien te krijgen. Het wordt nog pittig. Ik ben echt geen hondenmens of zo natuurlijk. Stay. Good boy. Good boy. Allemaal rare dingen zeggen. Ik heb vanaf nu een stalker. Hij loopt overal achter me aan. Ja. Trouwens jongens, ik heb goed geslapen. Ik viel op tijd in slaap, maar ik was om 6 uur wakker. Toen kon ik nog 2 uurtjes doorslapen. Toen moest ik opstaan, want boodschap... ik moet gewoon echt... zo laag moet ik het doen. Teddy was heel stout buiten. Ik stuurde Oliver voice mee, maar waarop hij heel hard nee zei. En toen luisterde Teddy eindelijk. Het was heel stout. Verder gaat het goed, maar het was echt heel stout. Gewoon zo'n scenario dat je net een baby hebt en denkt... Oh mijn god, iedereen kijkt en mijn baby luistert gewoon niet. Mijn kind. Ja, maar goed. Het is jammer dat ik vandaag best wel veel weg ben. Liefst dat ik gewoon even een dagje met hem. En nu kwam hij praten met die robot dus hier. Hij gaat ook op het kleed. Nice. Ja, good boy. Good boy. Rekenen niet en toen schrijven ook weer niet. Mama, bevalt het wel, de nieuwe bureautje? Ja. Die prullenbak hier vind ik ook wel lekker. Met de boekjes en niet eten. Dus fijn. Ja. Heb ik iets van 5. Oké, okay, we hebben een super goede werksessie gehad en nu is het alweer 4 uur. Want we gaan maar door, maar nu moet ik echt naar huis. Ik moet mijn hele vlog nog editen, letterlijk de eerste seconde van de dag. Teddy nog 2 keer uit laten sporten, gaat hem niet worden. 4 uur is het. Jeetje, dit wordt echt zo erg haasten. Maar ja, het is wel heel fijn om hier te zijn, maar het is natuurlijk niet mijn werkdag. Ik ben nu pas klaar om bij mama op werk. Maar ik ben met de auto. Het zou heel chill zijn als jij heel even mijn dekbed en kussen zou willen droppen. Dat ik niet uit de auto hoef. Ja, gewoon, er liggen 2 kussens, maar dan die ene waar een hoes omheen zit. Oké. Dan rij ik nu weg met de auto. Toppie, dankjewel. Doei. Jongen, ik vind het hartstikke leuk trouwens hoor. Het klinkt zeurend. Dat ik zo geleefd word. I love it. Lekker actief, lekker bewegen. Ik vind het veel leuker dan de hele dag maar een beetje thuis zitten achter mijn laptop en editen. Maar het feit is wel dat ik gewoon mijn hele vlog nog moet doen. Dus het is wel heel druk. Dus sporten skip ik nu even. Maar ja, ik heb toch 4 keer gelopen vandaag. Dan straks. En prima. Lekker boeiend. Dat is even het minst belangrijke. En dan al die spullen. Heb je net al je spullen weer bij je ouders. Moet je nu weer al je spullen naar Olivier gaan verslepen. Het scheelt gewoon weer even dat je dan nu niet eruit hoeft. Om het te halen. Dat papa dat even geeft. Nou, ik hoop dat hij naar mijn auto komt. Maar dat weet ik niet. Ah, top. Oh, dan heeft hij natuurlijk die zonder hoes gebakt. Nou ja, boeien. Hi. Hola. Je hebt er geen zonder hoes, maar het maakt niet heel veel uit. Zonder? Oh, moest ik die andere pakken? Nee. Geen probleem. Nee, hoeft niet. Geen probleem. Zal ik het doen? Ja, het is wel frisser. Ja. Dank je. Wajo. Heel veel sushi tenten waren dicht, dus ik ging een hele luxe proberen. Ik heb een hele dure box, echt belachelijk. Dit kost 55 euro. Maar het komt in een houten doos. Nu neem ik even een break van het editen. Ga ik even tv kijken. En dit proeven. Oh mijn god. Lekker. Ik zal wat inhoud aanbevelen om te bekijken. Als u een gesproken zoekopdracht wilt. Ben je ook irritant en huis jullie de hele tijd je eten wil opeten? En is geen te laat? Die naar poep ruiken? Teddy. Ze eten denk ik nooit aan deze lage tafel. Ja, dat ruik je nooit vis, want dat eten zij niet. Hou jij van vis? Ik vind het zo zielig dat ik nu dan iets aan Teddy geef. Nee, laag. Moeilijk hoor. Deze vind ik een beetje tegenvallen. Met gewoon haar gerookte zalm. Wel een beetje zonde. Ik had een hele dure box besteld waar hele speciale in zaten. Maar ze hadden... Maar 4 speciale rollen op de site. Dus ik dacht, ik krijg er sowieso. Ik dacht, ik krijg sowieso 3 van die 4 speciale rollen. Maar ik heb er maar 1. Jammer. Ook echt zonder dat ik meteen het duurste menu heb genomen. Maar de foto's waren zo mooi. En de beschrijving was zo goed. Ik dacht dat het heel bijzonder was. Maar het is het niet. Het zag er heel mooi uit. Maar het smaakt echt niet zo heel goed. De eerste keer buikaaien. Ja. De eerste keer buikaaien.
Gaan we straks even de laatste avondwandeling doen. Ja, ja. Zijn wij nu al maatjes, hè, Teddy? Dat is bijzonder, hè, zo snel. Ja, hè? Ja. Even naar de wc, maat. Oh, zo lief. Nu gaat hij me sowieso volgen, want dat doet hij de hele tijd. Of is dit de eerste keer dat je... Ja, daar komt hij al. Gaan we het laatste rondje doen, makker? Kijken of je nog moet kakken voor de derde keer vandaag. Zullen we lekker gaan lopen? Teddy, wil je lopen? Ken je dat woord niet? Teddy, wil je naar buiten? Zullen we lopen? Walk? Nope. Oké, nou, kom maar. Gaan we lekker lopen? Ja, maar gaan we lekker lopen? Wat doe je? Oh, hij ziet hier weer spiegeling van de camera in de deur. Super grappig. Ik heb sushi echt maar een paar van gegeten. Ik kreeg super veel last van mijn buik en ik vond het niet heel lekker. En ik had net helemaal last van mijn buik op de wc. En Teddy vond dat heel spannend. Ja, honden die houden ervan natuurlijk. Maar ik vond het minder leuk. Super veel buikpijn. Oké, Teddy's. Huisleutel. Voetzakjes. En... als we terugkomen en je hebt je goed gedaan, dan krijg je dat waar je nu naar zit te zoeken. Maar anders niet. Want als we terugkomen was je eerst heel stout. Ja. Doe je. Hallo. Hallo. Doe je. Hé, hey, maat. Ja. Ik moet even de camera uitzetten. Daar zijn we weer. Nadat je bent droog geblazen. Omdat je de handdoek waar ik je eigenlijk droog mee moet maken kapot bijt. Hé, Teddy? Verder was het wel gezellig, hè? Ben je weer verder wel een good boy? Ja. Ik heb lekker 2 uurtjes babbel opgedaan. En nu gaan wij weer lopen, hè, Teddy? Ik ben weer gedoucht, denk wel. Gaan wij lekker samen lopen. Deze en ik zijn een uur buiten geweest. Heel veel gelopen en steeds op bankjes gechilled. Nu ga ik even naar de Amsterdamse Poort. Ik moet zeggen, dan denk ik heb zin om naar de Amsterdamse Poort te gaan. Maar dan ga je volgens hond uitlaten en dan je dagbesteding gaat daar al helemaal naartoe. Ik zie er trouwens verrot uit. Ik word er gek van, maar goed. Ik moet ook echt sporten, maar het is zo druk. Ik kan nu ook naar de sportschool gaan, maar ik moet nog even een baby shower cadeautje. En nog wat dingen. En ja, het is maar een kwartier rijden, dus ik ga dat gewoon even doen. Vind ik ook leuk. Maar ik ging vroeger ook altijd heen. En dan morgen maar sporten. Maar ik heb Teddy nu ook extra lang uitgelaten voor het lekkere weer. Ik ben op zich al wel goed op tijd met babbelhap. Dus even lekker naar de Amsterdamse Poort. Maar dat ik me wel blij voel hier. Nu rijd ik ook weer weg. Over 14 minuten ben ik al bij de Poort. Super dichtbij. En dan rijd ik nu langs mijn ouders huis en zo. En dan, ja, ik ga natuurlijk niet in deze hele mooie wijk wonen. Maar aan het einde van deze wijk. De omgeving is wel gewoon heel mooi. En de zon schijnt nu natuurlijk. En er is sneeuw. Ik heb lekker veel afleidingen en zo. Dus misschien komt het verdriet nog. Maar ik voel me wel blij en thuis eigenlijk. Ik voel me eigenlijk wel blij. Ik voel me alleen niet blij met hoe mijn lichaam en mijn hoofd eruit zien. Maar goed, waarschijnlijk omdat ik ziek ben geweest en niet heb gesport. Ik zie er gewoon echt crappy uit. Maar ja, komt wel weer goed. Ik voel me van binnen in ieder geval wel goed. Het is echt een droom om een keer een andere TK Maxx te zijn. Ik zie zoveel dingen die ik wil kopen, maar het past letterlijk niet in mijn mandje. Ze hebben echt ook andere dingen en zo. Dat heb ik ook nodig. I love it. Dat is ook wel leuk, maar ik twijfel nog een beetje of ik zo'n soort look wil met goud in de badkamer en de wc. Of juist eerder van zoiets. Dus dat ga ik niet kopen. Dat vind ik ook weer fantastisch. En er zijn er 4, maar ze kosten weer 10 euro per stuk. En ze zijn lekker klein. Ik vind deze ook heel mooi. Ook weer van die 10 euro per stuk. Maar dit zijn er maar 2. Maar dit vind ik ook zo prachtig. Ja, 40 euro voor 4 glazen is wel heel erg overdreven, hè? Dat vind ik niet mooi. Maar eigenlijk wil ik ze dus wel heel graag. Het is ook perfect, omdat het niet zo groot is. Dit is ook heel leuk. Kijk hoe leuk. Oh, 2
en een half uur later. Het kost maar 3,50. Valt best mee, vind ik, voor Amsterdam. Ik vind het wel echt een leuke stad, maar ik ben kapot. Want ik ging... Nou, ik heb echt heel veel gelopen. En ik ben ook eerst spullen naar de auto gaan brengen en toen weer weggegaan. Ik ging een Too Good To Go. Een Too Good To Go box halen. Waarom nies ik zoveel? Bij Panda Bubble Tea of zo. En dan krijg je dus, zeggen ze, waarde 15 euro. Maar dit was een kleintje. Ik kan me niet voorstellen dat deze 7,50 kost normaal. Maar ik krijg twee van deze bubble teas. Met lychee smaak. Dit is blauwe bessenpopping. En die ander heeft volgens mij mango popping. Dus ik geloof niet dat dit waarde 15 euro is voor twee dingen. Maar voor 5 euro vind ik dit wel leuk. En het is een hele schattige beker. Dus die ga ik lekker nu... Oh ja, heel zoet natuurlijk. Oh, wel even lekker. Dit had mijn bonusdochter leuk gevonden. En ja, ik noem haar nog steeds bonusdochter. En ik ben boodschappen gedaan. Dingen voor mijn huis, handdoeken. Maar dat zien we allemaal later. En je hebt er toch niks aan bij de TK Maxx. Om zeg maar per se dat je het nu moet zien, zodat je het ook kan kopen. Want TK Maxx zijn allemaal natuurlijk random dingen. En bij de lekkere dingenbakker ben ik geweest. Daar was ik vroeger ook wel eens geweest voor Too Good To Go. Daar heb ik allemaal brood en zo. Dus dat is ook heel chill. En nu is het al 5:30 geweest, dus ik ga naar huis. Zou ik in de file staan? Good morning, weer een heerlijk zonnetje. Zodra je er eruit loopt, rent Teddy. De bandlijnen zeg maar net te lang om in één keer naar het veldje te kunnen rennen, maar bijna. Ik denk dat het veldje 12 meter is of zo, dan gaat hij daar plassen. Dan rent hij dan helemaal naartoe, dan gaat hij naar het volgende veldje, daar gaat hij poepen. Mijn routine, oh nee, een kat. Oh nee, twee katten. Teddy wordt helemaal gestoord van katten. Teddy. Ik weet niet wat hij heeft met katten, maar helemaal lijf. En die katten zitten daar gewoon van, yo, ik daag je uit. En volgens mij mag dit niet. Wat heb jij toch met katten? Wat is dat toch? Wat heb jij toch met katten? Kom, gaan we lekker poepen. Ja. Wow, groot, Teddy. Tot nu toe ben ik echt de enige vrouw die een hond uit heeft gelaten. Ik kom echt alleen maar mannen tegen. En Teddy heeft vandaag met twee honden mogen spelen. En allebei de honden zaten los. Dus die konden helemaal vrij bewegen. Was wel leuk. Alleen ik heb die riem nog niet dan helemaal onder controle. Zo, ik heb het Lotte dat ook net zo onderdoor, overheen, achterlangs. Het is zo mooi overal. Moet je kijken. Hierachter ook weer water helemaal met ijs. Ja, ik voel me helemaal thuis hoor, jongens. Ik ben helemaal niet verdrietig. We hadden gisteravond ook even met haar. Ik zei ook gewoon heel eerlijk van ja, ik heb niet eens tijd nu om verdrietig te zijn. Misschien komt het nog, maar op dit moment voel ik me gewoon goed. Nou ja, hij is ook gewoon druk. Hij heeft deze week ook gewoon zijn dochter de hele tijd en zo. Dus dan heb je gewoon afleiding en dan is het gewoon veel minder moeilijk. Ik dacht dat ik neem mijn camera een keer mee, maar vlog is best lastig als je een hond uitlaat. Dat je moet toch die riem weet onder controle hebben. Hey, de eerste vrouw die ik zie. Ik wou net zeggen, ik denk dat heel veel mannen hier vanuit huis werken. En dat de mannen dus de hond uitlaten. Dat allemaal die mannen zijn met kantoorbanen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook vrouwen. Ik bedoel, ik wil niet stigmatiseren, maar ik zie heel veel mannen thuis achter laptops zitten. En die laten dan de hond uit. Oh nee, een vogel. Hij zit nu gras te eten. Dit is zo'n chill begin van je dag als de zon schijnt. Maar ja, als ik geen hond heb, ga ik echt niet eten naar buiten. Nu heb ik lekker met brood van de box van gisteren. Mozzarella en tomaat opgedaan. Dat zie ik lekker. Ik had eigenlijk ook nog pesto. Maar oh, dat kan ik nog op kunnen doen. Maar ik heb er chilisaus bij. Want Oliver heeft ziek lekker chilisaus in de koel gestaan. Zal ik hem even laten zien? Dat is misschien wel leuk. Hij heeft altijd lekkere dingen. En die huppel nog even achter me aan. Deze. Maar zit er ook echt knoflook in. Hij is heel lekker. Yummy. Ik heb gewoon lekker een half bolletje mozzarella, een hele tomaat en dan lekker op. Zo chill, ik heb volgens mij nooit een tosti-ijzer gehad. Nee. Ik eet dus nooit tosti's. Nu staat hier een tosti-ijzer en ik denk, wat moet ik eten? Oké, ik maak een tosti. Zo lekker, maar met mozzarella nog veel lekkerder. Eet dit even lekker op, matcha. Dan ben ik mee in de auto. En dan ga ik even langs mijn ouders huis rijden. Dan moet ik best veel spulletjes nog pakken. Dan naar de sportschool. Ik neem aan dat ik gewoon terecht kan. Dan even naar Maxis. En dan weer terug. Werken, Teddy uitlaten. En dan gewoon thuis blijven. Morgen heb ik dus Lotte baby shower. Maar ik heb dus echt het gevoel eigenlijk dat zij een jongen krijgt. Maar Guus heeft een oudere zus en Lot ook. Dus dan heb ik weer een meisje. Maar ik denk, ik heb het net in mijn hoofd te zien dat ze een jongen wordt. Hi Teddy. Maar ik had het helemaal niet verteld. Gaat hij op de matcha zijn?
Mijn andere vriendinnetje, die dus een maand eerder was uitgerekend, begin januari bevallen. En we mochten... Ze stuurde 2 dagen geleden of zo dat we deze week konden komen, maar nu kon het al niet meer. Ik had echt zo eerst alles vrijgehouden, maar ja, je moet natuurlijk... Ze willen natuurlijk eerst familie en dan rustig aan en zo. Dus we komen nu volgende week zondag. Mijn vader gaat dan zaterdag koken. Ik heb gevraagd of hij dan 2 porties extra wil maken, zodat ik dat zondag mee kan nemen voor hun. Ik had sowieso, ik heb er al een kraamcadeau opgestuurd dus. Vet leuk, ik heb een kaartje gestuurd. En een heel mooi pakket van dat mooie Dutch Home merk of zo. Met allemaal zouden van vogeltjes. Die hele mooie speeltjes en zo met vogels. Dan heb ik ook nog zo'n snuggle hoodie ding, want dat vond ze heel leuk. Ik bedacht alleen dat het voor borstvoeding niet handig is, maar toen ik die aan had bij haar, vond ze dat heel leuk. Dat heb ik ook nog. En dan ga ik dus eten meenemen en zo, maar ja, vet leuk. Dan ga ik er met Shanna met de auto naartoe, aan het eind van de dag. Gelukkig is het vanaf wees nog maar ruim 1 uur in plaats van bijna 2 uur. Waarschijnlijk mogen we niet zo lang blijven. Maar, dus, de eerste baby van de vriendin, superleuk. En morgen dus Lotte's baby shower. En die cadeautjes moet ik ook even allemaal samen voegen nog. Dus over een paar weken heb ik gewoon 2 vriendinnen met een baby. Bizar. Als het onze relatie niet voorbij was geweest, had ik... En het is me zeg maar gegund dat ik meteen zwanger werd. Was ik nu ook gewoon zwanger geweest, hè? Super vaag. We hadden dus niet afgelopen auto nieuw, maar de auto nieuw daarvoor. Nou, hadden we dus naar elkaar uitgesproken. Ha, in ieder geval ook naar mij van, oké, dit jaar gaan we eraan beginnen. Maar toen begonnen dus de twijfels van, had ik eerder al gezegd. Ik vind het niet goed genoeg. Daarvoor. Maar anders had ik nu ook zwanger kunnen zijn. Tegelijk met mijn vriendin. Gek, hè? Maar Lotte vroeg toen ook van... Toen ze het vertelde, vind je het moeilijk? Zei ik, nee, helemaal niet. Ik heb echt nul jaloezie of afgunst of... moeilijke gevoelens bij dat soort dingen. Maakt me echt niks uit. Ik ben ook gewoon optimistisch. Ik denk, ja, bij mij komt dat ook nog wel. Ik denk nooit negatief of zo. Dus ik vind het echt mega leuk. En ik ga Myla nu al zo erg missen. Dus het kindje van Koen en Henny, van de neef van Heel... Want je zegt wel, we blijven elkaar zien, maar ja, gaat dat gebeuren. Maar die ga ik echt missen, ik vind haar zo leuk. Maar ja, nu heb ik weer 2 nieuwe baby's. Vanaf 1 jaar worden ze zo leuk. Nou jongens, mijn eerste keer sporten in Weesp is een feit. Ik vind het wel bizar, want het is echt super duur, €50 per maand. Maar dat is dan 20, omdat je ook lessen en zo mag doen, maar dat doe ik nu in principe niet. Maar die apparaten zijn veel meer crappy. Veel moeilijker en gewoon ouder en zo. Maar daardoor wel veel zwaarder, want je moet veel meer met zelf doen. Je apparaat en zoetermeer waren zo chill dat het gewoon eigenlijk een beetje lui was. Nu heb ik echt overal spierpijn, dus misschien is het wel goed. Ik heb nu 7 dagen proefabonnement. Zo, Ted, daar ben ik weer. Daar ben ik weer, Teddy Mozzarelli. Ik ging nog even lekker naar de Maxis. Leuk hoor, lekker. En nu gaan we weer bijna lopen. Heel even dit doen. Lotte's baby shower pakketje van morgen. Maar ik moet nog even heel veel prijsjes en zo eraf halen. Ted. Teddy Mozzarelli. Wil je wel een kusje geven, maar ik hou niet van likken. Ja. Nee. Olivier zegt dat je naar popcorn ruikt. Laat het ruiken. Dat vind ik niet hoor, Teddy Mozzarelli. Oké, maar je kan dus niet echt iets doen met deze hond. Want hij gaat alles bekijken. Ted, je moet ook allemaal nog de stickers afhalen. Nee, het is niet voor Teddy. Het is niet voor Teddy. Teddy. Dat zullen Bolly en Nino wel leuk vinden. Ik heb echt een random pakket samengesteld eigenlijk gedurende deze week. Elke keer als ik iets zag wat ik leuk vond. Dus dat heb ik net gekocht. Dat is heel random. Oh ja, gaat natuurlijk weer niet scherp. Dat is leuk. Ik heb dit. Mega schattig. Ik weet natuurlijk niet of ze een jongen of een meisje krijgt, maar bij een baby kan het. Bij allebei wel. Natuurlijk kan eigenlijk alles bij iedereen, maar je snapt wat ik bedoel. Ik wil toch niet echt helemaal roze dingen doen of zo, want ja. Ik weet dat het moet kunnen, maar toch. Ja. Dit heb ik ook nog niet meer gekocht. Ah! Jeetje. Het is echt random. Lotte houdt van ijs en van chocolade, dus dit zijn chocoladeijsjes, ja. Het is gewoon een heel pakketje met van alles. Dat doen we wel vaker voor elkaar. Maar als ik dus de prijs eraf haal, dan is ook de maat. Oh, dan kan je scheuren. Oké. Dit vond ik gewoon echt een Lotte kleurtje. Dit vind ik bijvoorbeeld niet echt per se een mooie kleur. Maar dan, ja, kan ook voor jong en meisje. Met. En dan dit. Volgens mij zijn het dus handschoentjes. Het is niet echt een setje, maar ik vond het dus heel schattig bij elkaar. Thermosokjes. 3 tot
5 maanden. Nou, dat is toch ook super schattig. Ja, het liefst koop ik dan gewoon echt zo'n leuk wollig teddyjasje of zo. Maar ik ben dan iemand die altijd allemaal losse dingen gaat verzamelen. Uiteindelijk geef je vet veel uit. En daarvan had je dan ook gewoon iets heel moois kunnen kopen. Maar goed, ik doe dat eigenlijk altijd. En Lotte en ik doen het sowieso altijd. Dat we elkaar een beetje van die pakketjes zo geven. Ik weet nog dat toen ik voor mijn andere vriendin een fruitpakket en zo gaf. Toen ging ik nog met haar bespreken of jij dat leuk vinden. Toen zei ze dat ze dat dus ook heel leuk zou vinden. Maar in de tussentijd is het toch wat anders geworden. Mijn bedoeling was eigenlijk om dus meer een pakketje voor haar te maken. In plaats van een pakketje voor de baby. Maar uiteindelijk is het toch vooral baby. Maar oké, hè. Maar nu moet ik de prijs ook nog doorverrassen. Die eronder staat. Maar dit zijn de sneakersokjes. Is toch ook adorable. Dit had ik al eerder gekocht. Ik weet niet of ik het dan weer heb laten zien. Ik moet om je pols staan zo. Wee, het is echt super cute. Ik heb ook voor mijn andere vriendin gekocht. Ik weet niet, dit had ik ook in mijn baby shower tas liggen die mee moest verhuizen. Dus dit heb ik ook voor Lotte blijkbaar uitgekozen. En die thee, die had ik heel lang geleden al. Welcome little baby. Dat is thee die goed is voor moedermama's. En dit vind ik ook zo leuk. Dat heb ik denk ik bij Chris besteld. Ziet er ook vet mooi uit. Kijk nou. Een Cosmopolitan zonder alcohol. Maar echt mega pretty. Ik heb een Water Wipes. En dit is volgens mij super chill. En de beste qua gewoon water. Dit boekje heb ik al, nou, 100 jaar geleden, toen ik hoorde dat ze een baby kreeg. Toen heb ik haar al een boekje gegeven. Toen we gingen afspreken in Boerden, weer een prijs. Met, om je zwangerschap bij te houden. En ik had toen ook meteen een boekje gekocht met baby's eerste jaar. En je weet natuurlijk niet of ze het al heeft, maar toen had ze nog niks. Dus, dit is echt super cute. Het was ook wel een beetje bij de, ja, dieren vibe. Kan je van alles inschrijven. En gisteren heb ik deze gekocht bij de TK Maxx. Vond ik zo lief. Ik wil hem eigenlijk ook zelf hebben. Maar goed, hij is verdoet. Een smiley blanket. Dus de kleuren zijn lekker vrij naturel. Dat is wel goed. Dit is toch te lief. Word je toch helemaal vrolijk van. Ik vind het echt prachtig. En dan heb ik nog een paar losse luiers. Oh ja, daar wou ik nog wat opschrijven. Dat was de bedoeling. Wat pampers had ik ook bij mijn andere vriendin gedaan. En heb ik ook nog deze mand gisteren gekocht. Die ook nog eens super mooi is. En heel leuk om te vullen. Dus helemaal leuk zou ik denken. Dat kan ik ook natuurlijk een beetje zo midden doen. Ik denk dat ik eerst even Teddy moet gaan uitlaten. De zon schijnt ook nog lekker. En dat ik dan daarna dit lekker ga ordenen. En morgen is het dan al zover. Ik heb ineens echt vet gezond deze chocolaatjes op te eten. Maar dat ga ik niet doen. En ik hou helemaal niet van chocola. Ik hoef ook niet ongesteld te worden. Nee, ik ben niet zwanger. Nu weten jullie dat wel, jongens, dat ik niet zwanger ben. Al die mensen die dat al die tijd dachten. Not prego. Ook geen behoefte aan om iets te doen waar je zwanger van kan worden. Of überhaupt zwanger te worden. Of in een andere man. Nee hoor. Taking it easy, mensen. Good morning. Ik heb echt een lekker vroeg ritme, joh. Alweer lekker vroeg in bad mijn haar gewassen. Met Teddy die water ging drinken. En lekker gelopen, Ted. En ja. Ik ben over 2,5 uur weg met papa naar de baby shower. Papa gaat dus mee. Teddy, die deken. Is niet Teddy. We moeten zo laag praten. Hey. Af. Hey! Oh, Teddy! Echt zout hoor, deze hond. Hey! Af! Ja, dan kan je wel. Zo zout. Niet normaal. Het cadeau ziet er in ieder geval geweldig uit. Alleen zo jammer. Ik ging op luier schrijven en toen is dit gebeurd. Ik zou niet weten hoe ik dit eruit moet krijgen. Watervaste stift. Maar ik heb het helemaal mooi erin gedaan. Het ziet er toch geweldig uit. Handschoentjes of sokjes, ik weet niet wat het volgens mijn handschoenen. Drankje, het boek, muts, deken, sokken, de wipes, het knisperding, knettersticks, thee, het polsdingetje, wattenstaafjes, sneakersokjes, chocolaatjes en deze. Is toch heel leuk dit. En dan in zo'n leuke mand. Ook beter te tillen dan wat ik toen voor Jiminy voor de babyshower had. Is toch fantastisch. Ik heb er geen kaartje, maar ja, ik heb er al
twee keer volgens mij een kaartje gegeven. En als dat baby dan geboren wordt, geef je meestal weer een kaartje. Dus dit is toch geweldig? Maar hangt hier nog iets aan? Ja, hier kan ik nog wat opschrijven. Ik vind het zo mooi. Echt leuk. Herken je me nog, Ted? Ik dacht, misschien gaat hij wel blaffen of zo. Hi. Hi. Een maskertje. Heb je dat ooit gezien? Het maskertje van Lot. Masker van Lot voor ik naar Lot ga. Weer een tostietje erin. Ik heb gisteren lekker witlofschotel gemaakt van de babbel met Rebecca. Die ga ik vanavond weer eten. Ik heb twee porties gemaakt. En Oliver en Melissa hebben dus HBO. Geweldig. Dus ik heb Barbie kunnen kijken een stukje. When he brings you his toys, he loves you. Teddy brengt me de hele tijd zijn speeltjes. Niet eens alleen om te spelen. Echt heel schattig. Maar om te brengen. Ik ga even 10 minuutjes de film verder kijken. Maar over 2 uur moet ik weg. Dus ik moet wel gaan opschieten hoe mijn haar doen, make-up. Ik mag in mijn vaders auto geen make-up opdoen en zo. Dus het moet allemaal al klaar zijn. Ik ben er niet echt een leuke uitzicht. Oh ja. Hoe lang heb ik gisteren gekeken? Oh, 1 uur en 17 minuten heb ik gisteren gekeken. Super lang eigenlijk. Ik moet vanavond nog wel heel veel editen. Maar oké. Ik wil gisteren even 1,5 uur chillen. Teddy, Oliver is helemaal gestoord. Ik zeg tegen Oliver, je mag de robot wel aanzetten. Hoor ik ineens een heel raar geluid. Zit hij tegen Teddy te praten? Teddy, Oliver is een beetje gestoord. Ja, Oliver is een beetje gek. Oh, 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 oh. Oké. Bijna klaar. Maar ja. Ik ben er nog even plassen. En ik had trouwens nog dit besteld. Dat was al net op tijd bezorgd. Ook nog erbij gedaan. Ik vind het zo'n leuke mand geworden. Ik ben helemaal happy. Maar dat wist ze het niet. Ik dacht dat ze het niet wist. Ik wist niet of ze het niet wist. Ik heb voor jou ook gewoon helemaal apart. Oh, je bent geweldig. Ja. Maar in gedachten, lieve mensen, deze boodschap ontving ik mooi ingepakt. Vrolijk pakte ik een kinderboek uit en sloeg het open, zonder de arm van Lottes en Anna's papa om me heen. En ik bleef maar stil, tot Lotte ineens vroeg, weet je wel wat het is, mama? Omdat ik alleen maar onbeholpen uitbracht dat ik niet wist wat ik moest zeggen, stond Reitze op en omhelste Lotte, die al de hele tijd op een reactie zat te wachten. Wat ik dan gelukkig wel wist uit te spreken, was mijn... Nou, ons worstenbroodje kan natuurlijk niet ontbreken. Nee. Kaasteeltje. Ik heb voor de vegetariërs heb ik een andere schaal met... andere soort worstenbroodjes. God, waar is hij gebleven? Hiervoor. Totdat die grote. Kijk, dat zijn deze grote. Die zijn vegetarisch. Overigens. Als je heel veel eten wil krijgen, moet je zeggen dat je geen soja mag. Ik krijg dus in mijn eentje 3 taarten en dit. Ja, ik snap er helemaal niks van. Lot zag de cadeautjes en ze wilde ze graag krijgen. Nee, heb jij geen vlog van vandaag? Jawel, daar. Oh, beter. Oké. Oh, zal ik dan anders nu eventjes een momentje nemen om jullie allemaal te bedanken dat jullie er zijn? Nee, maar ik vind het echt heel bijzonder dat jullie er allemaal zijn. En ik heb natuurlijk zelf een lijstje gemaakt met welkom. Nee, maar ik wist niet wie er uiteindelijk precies wel en niet zouden komen. En ik ben echt blij verrast dat er zoveel van jullie, ook van ver weg, uit Spanje, helemaal hier naartoe zijn gekomen. Dat vind ik echt heel bijzonder. Dus dank jullie wel allemaal. Nou. Komen jullie ook allemaal op het raam te zien? Ja, dat is niet gelijk. Nee, laat je met rust. Oké. Grote luier wel. Ja, een soort luier taart. Zit al vol. Ja. Een luier met poep. Ja, dus. Ja, dus. Ga ik niet zeggen. Ga ik niet zeggen.
voorstel genoemd bij Guus, maar ik weet niet of hij daar uiteindelijk iets mee heeft gedaan. Dus... Jawel. Guus doet ook al zijn eigen ding. Ja, sorry, het duurt nou wel even. Ja, dat is pas weer natuurlijk. Oh nee, toch niet. Ik ben ook helemaal bij je outfit. Oh, leuk, ja. Ja, ja. Dit is een leiertas, denk ik, hè? Ja, ja dat, die had ik wel nodig. Nou, dan gaan we even bekijken. Zo, hij is goed ingepakt. Ja. Mag ik dit mandje ook houden? Ja, alleen heel stom. Ik ging ergens iets opschrijven en nu heb ik hier met watervaste stift een punt. Maar ik weet niet hoe het eruit moet. Maar je hoeft niet alles te bekijken hoor. Maar... Ik wilde toch eerst een beetje een pakketje voor jou maken, maar ik ging uiteindelijk toch een beetje meer baby dingen doen. Wordt het zo echt gelezen? Of ben je niet? Ja. Ik heb helemaal niet mezelf gefilmd, maar het was zo leuk. Ik heb echt heel erg genoten. En zo gezellig gepraat ook met Laura en Sarah en Michelle vooral. En heel veel met Lot en moeder en zus. En het was echt zo leuk. Niet normaal, maar ik heb wel Lot lekker veel voor jullie gefilmd. En ik heb allemaal leftovers mee, want er was super veel over. En ik was dus met mijn vader, ook heb in de auto ook helemaal niet gevlogd. Wat raar. Hij ging een bossenbol halen. En nu loop ik weer naar hem toe. Hey. Hey. Precies 6 uur bij mij thuis. Ik heb weer net gevlogd. Vergeten. Hi, Tetje. Hi. Jij wil knuffelen met mij, maar ik moet ook even werken. Ik moet ook werken. Had Eline jou lekker uitgelaten? Mocht je lekker losrennen, hè? Ja. En Olivier ging jou de hele tijd bekijken en foto's naar mij sturen van jou. Olivier is een beetje geobsedeerd met jou. Het? Ik ga lekker mijn witlofschotel in de oven doen. Ik heb best wel trek. Ted? Morgen is al mijn laatste dag met jou eigenlijk. Want maandag en dinsdag moet ik de hele dag werken, dus dan kan ik jou niet uitlaten. Woensdag ga ik overdag naar Linda. En daarna komt Olivier en Melissa komen alweer thuis. Dat is wel jammer, dan ga ik het wel missen, het huis en de Teddy. Ja. Lekker. Dit is Rebecca's witlofschotel. Ik had gisteren extra gemaakt. Dus ik had het nog niet in de oven gedaan. Dat heb ik net pas gedaan. Maar ik had het gewoon voor 2 dagen gemaakt. En net afgebakken. Heel lekker. En Olivier had voor mij in de vriezer een vers gemaakt pompoensoepje. Dus ik ga dit heerlijk opeten. Dit is toch heerlijk. En niks lekkerder dan gewoon dat er soep voor je in de vriezer ligt. Jam. En ik ga even de Barbie film afkijken. En daarna moet ik werken. Ik had trouwens toen ik thuis kwam meteen mijn make-up eraf gehaald en alles. En zo. En het is nu al 7:50, maar ik had dus lekker gegeten en ik zat op de bank lekker te werken. Ik dacht, ja, ik moet nu Teddy's ene laatste rondje doen. Ik heb trouwens, ik weet niet, ik ben gewoon heel erg moe nog. Maar ik slaap ook niet heel lang, gewoon 8 uur. Misschien komt de vermoeidheid er nog uit of zo. Maar ineens had ik weer zo'n keel rond hier. Helemaal open. Super veel keelpijn. Jongens, wat is dit? Nou ja. Ik zat bijna over te denken om papa op nog een week uit te zetten, maar ik ga het gewoon afmaken. En dan zal ik morgen lekker de hele dag niets doen. En nu lopen met Ted. Hallo, vandaag ben ik heel moe. Wij gaan lekker lopen. Het is nu de middag. Vitamine C. Haha, lekker naar buiten, Ted. Ja. Hey, baby. Daar zijn we weer. We zijn al een tijdje terug. We hebben echt lang gelopen. Heerlijk. Teddy was heel stout met de stok spelen. Maar echt gevaarlijk met splinters en zo. Dus het is een enorme strijd om het uit zijn mond te krijgen. Niet te doen. En met allemaal kinderen die dan Teddy wilden aaien, dat was wel leuk. En nu ben ik eigenlijk lekker aan het editen. Dat is ook wel fijn. Best wel lekker om het op zondag al te doen. Dat is een voordeel van single zijn. Dan kan je dat op zondag doen. Maar ik mis haar wel vandaag. En mij ook. We hebben gisteravond even gebeld en net weer. Mijn bonusdochter, en ja, ik blijf nog steeds bonusdochter zeggen, is vandaag ook met een vriendinnetje spelen, dus hij wil alleen. Dus we hadden allebei wel iets van, ja. Nu missen we elkaar wel even. Zondag is altijd onze favoriete dag, heb het. Weet je eigenlijk helemaal niet, maar zondag is wel de favoriete dag, hè, van mij, ja. Ja, ja, ja. Ik vind
dan weer voor vlek? Allemaal. Oliver zegt, neem dit. Allemaal. Dat ik niet ziek word. Restafval verschoond, in de bak gegooid, bak aan de straat gezet, prullenbakjes in de wc, in de badkamer gelegd. Gordijnen zijn dicht, vaatwasser staat aan. Nee ja, en dan komt meneer nu dus met het speeltje aan, hè? Het is echt alsof ik gewoon een moeder ben. Het is nu denk ik 21:30, de wekker gaat om 6, 5:45. Teddy, hij heeft op straat alleen maar met blaadjes gespeeld, eigenlijk een dolle puppy. Zo'n dolle puppy zat hij. Auw! Hey! Voorzichtig! Teddy! Hij wordt nu echt te druk. De eerste keer dat ik zijn tand voelde, want hij bijt echt niet, maar hij is te dol. Die wind maakt hem helemaal gek. Ik wil echt naar buiten. Ik ga ook naar buiten. Ik ga mijn tanden poetsen. Ik ga nog wat supplementen nemen. Doe eens even rustig, Pik. Je moet echt even rustig doen nu. Ik ga al mijn supplementen nemen. Tanden poetsen. Je moet even rustig doen. Teddy. En dan eerst het slaapritueel, dan de camera aan. Best veel eigenlijk wat ik doe de hele tijd. En heb je tussendoor even steeds een paar uurtjes voor jezelf. Ja, en morgen lekker werken. Ik heb er wel heel veel zin in, maar wel dat ik gewoon nog steeds zo moe ben en keelpijn heb. Jammer is dat. Zeg maar bedtijd tegen een puppy die zo dol is. Nou, puppy, allemaal. Ik vind het een puppy. Nou, het is nu tijd voor de slaaproutine. Alle lichten moeten aan, maar de telefoon ligt boven in de oplader. Dit is een sok. Hoe kom je daar weer aan? Die zocht ik al. Dit lag letterlijk boven op de trap, Teddy. Hoe kom je daar nou? Oké, is alles gecheckt, dubbelcheckt? Nou, Teddy, dan is het tijd om te gaan slapen. Dat betekent... Dat we dit gaan opruimen. Nee. Dan gaan we een snackje doen. Maar alleen als je lief bent. Teddy, mand. Kijk, dat kan ik nou wel, hè? Ja. Dan kan ik een ander snackje pakken die van gisteren voor je niet lekker. Deze vind je niet lekker. Ik ben benieuwd of je zo lang geduld hebt, meneer. Dit is nog een lekker snackje. Kokskin. Gadver, wat stinkt dat? Echt een klein en een groot snackje. Teddy, dan gaan we slapen. Teddy, en kijk eens. Gaan we nu goodnight, Teddy? Zeggen we goodnight. Dan krijg je een snackje. Krijg je nog een snackje, die vind je heel lekker. Wachten. Goodnight. Oké. Goodnight, Teddy. Nee, jongens, ik ga even nog hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te reageren. Want als jullie reageren, krijg je echt dubbel zoveel views. Liken, Instagram volgen. Volgende week weer te kijken. En lekker te slapen als je ook naar bed gaat. Ik heb helemaal verwilderd. Alle krullen zijn er ook uit. Doei.